Ooit was hij Tielenaar van het jaar, maar vorig jaar raakte hij in opspraak. Kok van den Heuvel zou met zijn zorgbedrijf fraude hebben gepleegd. Gemeentes eisen geld terug en er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Maar van den Heuvel begint gewoon opnieuw, met het bedrijf Relaunch. En daar is hij trots op. Domme, vuile teringleiers, vuile hondenballen, ik schop ze op voor een kop. En dat hebben ze dan even heel erg hard nodig. En dit is dan een zachte weergave. Kok van den Heuvel. Hij heeft zo'n beetje zijn eigen methode bij de omgang met zwaar verslaafden en mensen met een ernstige psychische stoornis. Hij bood ze dagbesteding in zijn werkplaats voor motoren en brommers en zorgde ook voor huisvesting. Maar verzekeraar VGZ constateerde vorig jaar fraude en de gemeente Tiel en andere gemeentes eisen hun geld terug. Deze week doet de rechter uitspraak. Maar Van den Heuvel denkt weer aan de gang te kunnen. In eerste plaats kun je via een PGB de gemeente Tiel dwingen. Dat is dan heel kort door de bocht gezegd, maar juridisch gezien komt het daarop neer. En daarnaast zijn er ook nog wel meer gemeenten dan alleen Tiel. Spijkenissen in Zuid-Holland. Daar is Van den Heuvel ook bezig. Maar zijn volgens Kok investeerders die met hem een keten van zorgbedrijven willen opzetten. Waaronder ook in Tiel. Die willen inderdaad dat ik deel uitmaak van een nogal uitgebreid investeringsprogramma. Ondanks de berichten van fraude en een rechtszaak denkt Van den Heuvel dat de gemeente Tiel nog wel bij zal draaien. Omdat ik informeel natuurlijk al lang contacten heb binnen de gemeente Tiel die al aangeven, joh, we zitten fout, hoe gaan wij de boel repareren? De gemeente Tiel laat in een schriftelijke reactie weten dat Van den Heuvel als zorgverlener een raamovereenkomst met de gemeente nodig heeft. En dat kan hij wel op zijn buik schrijven. Tiel wijst erop dat uit kwaliteitsonderzoek is gebleken dat de zorg van Van den Heuvel ver onder de maat was.